Welkom bij weer een nieuwe video. Daar is een pizzadeeg in de maak. We moeten nog ontbijten, maar pizzadeeg is het eerste wat we vandaag doen. Pizzabollen. Oh ja, pizzabollen. Daar staat het recept van de pizza, hè? We hebben vandaag visite, twee vriendinnetjes van de oude opvang, Melanie en Vanessa. En ik dacht even een boekje te lezen, maar binnen een paar minuten heeft Robbie de nagellak set met glitters gevonden. Dus iedereen zit onder de glitters. En de roze glitters hebben we ook al. Oh, wat een bende. Noem mij roze. Toren ligt lekker te slapen, de meiden liggen lekker te kleuren. Vier kindjes, easy peasy. Misschien kan ik er wel vijf aan. Lizzie! Ja, het is toch Halloween, dus we hebben superveel snoepjes. En Lizzie is erbij gekomen, hartstikke gezellig. Ja, wij zijn wel klaar voor Halloween. Jongens, zijn jullie klaar voor Halloween? Zullen we onze pakjes even afmaken? Ja, we zijn klaar. Want nou, de hangjeugd verzamelt zich hoor. We hebben hier een unicorn en een dinosaurus die verzamelen. Met de rest voor trick or treat. Trick or treat! Oh, I think I will do a treat! Robby, wat is de buit van vandaag? Laat hem eens zien, hoe vol zit hij? Die zit helemaal vol en die van Torben? Wow! Helemaal vol, Torben. Meer dan die van mij. Nou, ik denk dat jij meer hebt, maar Torben heeft er 3 appels in zitten. Torben vond de appels heel lekker, dus Torben heeft 3 appels meegenomen. Wat hebben jullie uitgezocht om te eten als eerste? Marshmallows. Oh, Robby wil marshmallows en Torben wil? Appel. Een appel. Lekker jongens, gaan we lekker eten hoor. Dat homeschooling zorgt er ook echt voor dat Robby steeds beter gaat koken en snijden. Nu wordt de mozzarella gesneden. Robby heeft de tomaatjes gesneden, de komkommer. Lekkere salade hoor, meis. Ja. Doe ik de salade helemaal in mijn eentje? Ja, maak jij helemaal de salade.
We hebben de lunchboxjes gevuld met de trick-or-treat. Wat zijn jullie allemaal aan het snoepen, jongens? Ik zie daar een lolly. Oh, en zo'n heel groot stuk chocola voor Torben. Is die goed, Torben? Is die lekker? Ja, die is met pindanootjes. Met pindanootjes, oh. Pindanootjes. Lekker. Ik wil graag snoep krijgen. 3, 2, 1, go! Would you like to have a go? I am. Toen maar, wat gaan we doen? Naar het zwembad! Gaan we weer naar het zwembad! Yay, dat is een hele lange tijd geleden. We gaan weer eens zwemmen. Robby heeft ook zwemles en we gaan even met z'n drietjes zwemmen. Ja, ben je ook heel blij dat ik terug ben? Ik ben super blij. Ben super blij. Oh, allebei super blij. Robby is een verlanglijstje aan het schrijven. En dan twee keer appel. En dan, kan je het woord zeggen? Glijbaan. Ah. En wat is dan de letter daarna? Glijbaan. Prachtig! Glijbaan! We zijn even een middagje op stap met Anastasia, Robby de vriendinnetje. This morning we're doing, what kind of subject is this, Robby? Handwriting. Handwriting, we're writing the letters. Ja, ik weet niet. Robby, waar ruikt het naar in de auto? Naar pizza's. Oh, naar Torben, wat is er gebeurd vandaag op school? Ik weet het niet. Oh, je hebt een plekje op je voorhoofd. Hopelijk is dat over 2 weken weg, want dan wil oma Rijdlijn mooie foto's maken. Heb jij een mooie rode stip op je voorhoofd? Ja. Ja. Waarom? Doet het ou nog? Nee. Mama. We zijn aan het zwemmen en Robby, de tandjes zitten heel erg los. Kan je je mond open doen? Ah. Heb je vingertjes weg? Ah. Hier in het midden zit het tandje heel erg los. Die gaat er denk ik wel snel uitvallen. Moeten we even goed in de gaten houden als we wat gaan eten. Er staat een groot Albert Heijn logo op de kazen. Toen papa terugging uit Portugal is hij langs de Albert Heijn gegaan in Nederland. Hebben we een paar kaasjes. En heel veel pepernoten. Hoe ziet je tante nu uit? Oh, hij gaat helemaal naar voor, niet meer naar achteren. Als ik hem naar achteren duw, gaat hij niet helemaal meer naar achteren. Gaat hij gelijk naar beneden. Oh. Stelletje wilde brassen. 12 auto's, wow! En dit was de video weer voor deze week. Doei doei, laten we erin. Wat is er met je tand gebeurd? Hij is eruit. We hebben nu echt een gat. Ja.
Maar waar hij heen is gegaan, dat weten we niet, hè? Hij was er ineens niet meer. Hij was ineens weg. Dat is ook wel leuk. Ja, dat is een nieuwe. Er groeit weer een nieuwe, ja.